Jawel, daar ben ik weer! Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD! Yeah! In de vorige aflevering hebben we weer een treasure... Nou ja, we hebben wel een treasure chart gevonden. Maar we hebben dus ook zeg maar een nieuwe Triforce chart gevonden. En we hebben de Ghost Ship card ook gelijk gevonden. Dus in deze aflevering gaan we eerst naar de Ghost Ship toe. Nou, hoe deze gimmick eigenlijk precies gaat werken... als je dus zeg maar de kaart, zeg maar de map selecteert vanuit je inventory... Dus ik ben nog heel eventjes snel aan het tappen, want we spelen dit op de HD-versie, dus ik kan jullie het helaas niet zien. Dan krijg je dus zeg maar een kaart te zien van alles en nog wat, en het moet overnacht zijn, dus dankjewel voor dat hele mooie, spannende geluidje. Nou, het moet nacht zijn, dat is heel erg belangrijk. En op het moment dat het nacht is, en je gebruikt die kaart... Light ring, incredible tingle, Ghost Ship card. Kun je dus zeg maar zien op welk vakje dat die dus zeg maar precies zou zitten. Tenminste, nou, je zegt nou op Mooncrest Island, omdat het is volle maan. Dus oké. Okay. Als ik op de map kijk, zie ik hem dan hier ook. Ik zit heel eventjes te kijken voor jullie hoor. Volgens mij wel. Ik wil er gewoon een icoontje van. Hij zegt dat hij op de maan zit. Tenminste. Ja. Mooncrest Island. Dan moet ik eventjes gaan uitzoeken waar dat Mooncrest Island ergens zit. Op de Gamecube versie kon je dat gelijk op de map zien. Dus Oké, nou ik heel eventjes snel eventjes door de dingen heen. Ik zie jullie zo. Oké, ik heb hem al gevonden. Als we dus zeg maar even... Oh, we moeten weer op de boot zitten. Oké, hier zijn we al. Sorry daarvoor. Goed, dus... mag sneller. Oké, hij zit rechts schuin van dit vakje van windval. Dus daar gaan we maar gelijk naartoe. En het... Hij kijkt daar even een beetje derpy. Link is een beetje derpy vandaag. Oké, sorry. Ik weet niet waarom ik zoveel energie heb vandaag. Ik weet niet. Leuk, gewoon veel zin in opnames. Ik weet niet waarom. Dus, maar ja, inderdaad. Het is nogal laat of vroeg. Het ligt eraan wanneer dat je kijkt. Ik zie zelfs dat we post hebben. Maar dit gaat eventjes voor. Dus, die kant op. Dat kon niet vanwege door de stad. Dat stomme ding. Oké, die kant op. En dan schuinig. Daar hebben we die tempel. We moeten die kant op. Moet nacht blijven. Dat is de moon. Crescent Moon Island. En daar moeten we nou de ghost ship vinden. Omdat het volle maan is. En oh, het wordt al dag. Oh boy, oh boy. Ik zie hem. Ik zie hem. Dat is hem. Oké. Kom op. Voordat het dag wordt. Want als het dag wordt, dan verdwijnt hij. Hij mag niet verdwijnen. Schiet op. Vaar erin. Als we erin zitten, is het goed. Mooi. Je wilt er gewoon dwars doorheen varen. En dan kom je dus automatisch hier terecht, zeg maar. En dan kom je dus, zeg maar, in de ghost ship terecht. De ghost ship werkt eigenlijk een beetje als hetzelfde als een submarine. Oh, nee, hè. Nee. Oh, hij heeft een beest op kunnen roepen. Nee, niet zo'n beest. Nee, alles behalve zo'n beest. Ja, jou kan ik niet raken zo, hè. Moet die andere even hebben. Poef. Oh, daar ben je weer, daar ben je weer, daar ben je weer. Hallo. Ah, ik kon zo'n dingen niet doen. Gelukkig maar. Oké, dan moeten we hem eventjes snel verslaan. Oké, die is dood. Goed. Kijk eens, een lichtstraaltje. Want dit bootje is net zo lekker als een mandje. Alleen dat vind ik eigenlijk best wel grappig. Misschien maanlicht dan of zo? Aangezien dat alleen hij verschijnt in de nacht. Oh, we hebben nog een spook. Oké. Nee, maar ik vind het wel grappig. Want de ghost ship die verschijnt alleen maar in de nacht. Ja. Dus hoe kan het dan, zeg maar, zonlicht? Het lijkt op zon. Oké, weet je waar? We gaan er gewoon vanuit. Het is volle maan.
Dus dan gaan we maar voor maanlicht of zo. Maar dat snap ik nog niet, omdat spoken die kunnen normaal gesproken alleen maar komen zeg maar als het nacht buiten is. Dus en dan maanlicht zouden ze normaal gesproken niet tegenhouden of iets in die trend. Dus hoezo is het dan in de nacht een beetje raar? Oké, nou in ieder geval, als je dus zeg maar die vijanden hebt verslagen, hele makkelijke vijanden, zich nog niet eens echt moe. We hebben nog niet eens echt moeite hiervoor hoeven te doen. Dit was echt super makkelijk. Dus ja. Voordat je dat kistje opent, maak eerst die vazen hier open. Er zitten hier heel veel rubies in. En als je dat kistje opent, dan kan het niet meer. Dan kun je deze vazen niet meer openmaken. Dus heel veel vaak purple rubies ertussenin. Daar zit niks in. Maar als je dat kistje openmaakt... Spannend. Bam, 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 bam. Dan krijg je een tribal shard. Yay! En dan krijg je een best wel creepy geluid. En dan verdwijnt zeg maar de ghost ship. Dus dat is praktisch eigenlijk alles wat de ghost ship je geeft. Het geeft eventjes zeg maar een soort van submarine. En op dat moment dat was het. Dus ja, nogal best wel zielig. Nou, voor de rest is eigenlijk de rest van de kaart van die... ja, dat is nou eigenlijk oud wc-papier. Dus daar kunnen we dan helemaal niks meer mee met de ghost ship chart. Dus wat ik ga doen is... Ik ga heel eventjes weer dit nummer spelen. Nou, zoals je ziet, we hebben hier nog twee unexplored vakjes zeg maar naast elkaar liggen. Dus, ja, ik weet niet. Volgens mij zat er eentje heel erg dicht bij Outset. Dus ik wil eigenlijk eerst heel eventjes langs Tingle Island. Ja. Want we hebben nou ook alle drie de Triforce kaarten. En als we die drie kaarten, zeg maar, ontcijferen... dan kunnen we dus, zeg maar, de laatste drie charts van de Triforce vinden. Want we hebben er nog maar drie nodig. Dus dat zal wel heel erg handig zijn. Is een duur grapje voor de mensen die meespelen op de GameCube... versie. Het is mogelijk om mee te spelen op de GameCube versie. Er zit maar heel weinig verschil tussen. Maar als je de GameCube versie speelt, zorg ervoor dat je heel veel rubies bij je hebt. Hier hebben we er maar drie. Maar op de GameCube versie, oh, daar heb je veel rubies nodig. Oh mijn god. Oké, nou, wat is het post? Good morning. Ja, nou, nogal. Het ligt eraan wanneer dat ze kijken. 1 brief. Cash on delivery. 10 rubies. Nou, vooruit dan. Notice to silver membership holders. Thank you for recruiting the patronus Beetleship shops. Since you have earned 30 points, you have been granted silver membership. All silver membership holders receive a special gift on one complimentary ID. It is valid at all Beetleship, so bring it to a shipper near you. I hope to see you. Okay. Dus we krijgen een speciaal iets, also dus een complimentary ID. Who knows what this is, but apparently you should take it to Beetle. Krijgen we dan een gratis item of zo? Interessant. Dus, nou, dat zullen we dadelijk dan zeker eventjes doen. Maar het belangrijkste wat we nou heel even willen doen... is we willen diverse malen met Tinkle gaan praten. En, creepy eiland. Met al die feetjes. Ik ben zo blij dat Navi hier niet zit. En de slaven van Tingle. Tangle en Tongle. Niet te verwarren met Tangled, want dat is weer iets heel anders. En dan, nee. Dus, hi, creepy vent. Oh, Mr. Fairy, I've been longing to see you, sir. What should we play? What do you want to play? What? You're here not to play? Serieus, je bent echt creepy. That fragrant, musty scent. Sir, you have found a chart. Splendid, splendid. Show me, show me. Why you can't read the chart? It's in current state. Impossible, sir. Would you like me to decipher it for you? For... 398 rubies, serieus, uitzuiger. Maar ja, je hebt geen keus. Tinkle, tinkle, koolulimpa, become readable. En we hebben dus zeg maar de eerste kaart ontcijferd. Nou, zoals ik al zei, in de... ja, nou vraagt hij het dus nog een keer om het zeg maar te doen. In de GameCube-versie moet je dit letterlijk even jullie 8 keer doen. Nou, eventjes niet vergeten. Het is 400 rubies per kaart, maar 8, dat is een behoorlijk aantal rubies. Volgens mij ben je iets van... even kijken. Volgens mij ben je 3900... Nee, 3002... Nee, 3100... 84 rubies kwijt. In totaal. Hier maar 3 keer. Hier maar 3 keer. Hier ben je maar 1196 kwijt. 94, sorry, mijn fout. Dus op zich valt dit nog wel mee. Mr. Fairy, you must try very hard to find the treasure.
When you look in over the sea chart, ja, we weten hoe dat werkt. Dat werkt precies hetzelfde als een treasure chart. Alleen dan krijgen we er geen piece of heart voor, maar dan krijgen we nou een triforce ervoor. Heel erg boeiend. Ik zal ze gelijk eventjes openen. En als we ze dan tegen gaan komen, dan zijn we heel erg blij. Want dan hoeven we daar niet meer naar te zoeken. Oh, ze zijn nog geopend. Nou, eentje die zit toevallig dus bij een van de warp points. Dat is wel heel erg handig. Dus, ja. Ik bedoel, we hebben er nou toch eentje gevonden. Laten we dan nog maar gelijk eentje pakken, wat op de route ligt. Ik bedoel, we zitten nog niet zo lang in deze aflevering. Dus, waarom ook niet? Boot, breng ons naar een eiland. Waar dat dus, zeg maar, een Triforce dinges zit. En dat is precies om te zijn bij Great Fish Isle. Yo. Het leuke is, op de Incredible Chart staat nou ook dus, zeg maar, de locaties van waar je, zeg maar... Tenminste, dat denk ik. Ik zal daar wel eventjes na checken op de Incredible Chart. Maar dit is in ieder geval Treasure Chart 1 van de drie die je hebt in de HD-versie. Dus, deze zal niet zo moeilijk te vinden zijn. Ik denk dat deze best wel makkelijk te vinden is. Hallo. Waar is je shinyheid? Ja, ik zal hier gewoon heel eventjes omheen. Zomaar van eigen... Ah, daar zit hij. Achter de steen. Dus om precies te zijn hier... Oh, niet te snel. Nou, en hier komen we dus zeg maar uit op een trui. Het grappige is, ook al zou je op het exactzelfde vakje gaan staan... en je hebt niet die treasure chart... dan werkt dit niet. Je hebt de treasure chart nodig, anders is dat kistje er niet of zo. Weet ik veel. Maar goed, we hebben dus weer een extra trui voor chart... en nou zijn we heel erg blij. Yay, trui voor chart! Nou, dan gaan we nou terug naar... Nee. Dan gaan we nou dus even terug naar Outset. En dan gaan we die twee vakjes eventjes onderzoeken. Dus waarom ook niet? Ik bedoel, we hebben ze nog niet onderzocht. En waarschijnlijk zit daar een piece of heart of een extra treasure chart of zo. Iets wat ervoor zorgt dat we 100% gaan halen. Want de 100% zit erin. De 100% die komt echt heel dichtbij in de buurt. We hebben nog twee sidequests die nog lang zijn. Die ga ik proberen in één aflevering te doen. Want die zijn echt zo vervelend. Zo obnoxious. Zo irritant. Ik ga het gewoon proberen dan om te doen. Maar goed, we gaan dus eerst eventjes vanuit hier gaan we eventjes naar het westen toe. Want er zit dan nog één eiland die we niet gedaan hebben. Een eiland vergeten. Hoe kan? Hoe konden wij? Oké, nou. Ik zou dit eruit hebben kunnen knippen. Maar aangezien dat dit zeg maar één blokje is. Ja. Maakt niet zoveel uit, dus... mocht je dit in de vorige aflevering niet mee hebben gekregen... dan weten jullie in ieder geval morgen dus geen aflevering. Eventjes heel erg duidelijk, zaterdag geen aflevering. Dank je. Dus even geen verwarring over staat... dat ik dan niet op Facebook hoef te posten en alles. Maar ja, ik heb het helaas dus, zeg maar, vandaag heel erg druk. Dus en zaterdag kan ik dan mooi gebruiken om alles goed te editen... voor de zondag dat we dan zeg maar de video van de first look hebben. Wat waar jullie zeker naar willen zitten uit te kijken. En dan kan ik natuurlijk ook de winnaars bekendmaken... van de giveaway van de Mario 3D sleutelhanger. Van de Mario 3D World moet ik dan zeggen. En zeg maar van de Dogtag, degene die het heeft gewonnen. En die krijgt dan zeg maar, hoe krijgen hun bericht? Heel erg simpel, dat gaat gewoon via privébericht op YouTube. En dan heb ik adresgegevens nodig wat ze dan mogen sturen via mijn mailadres. En zo kunnen ze dan zeg maar hun postadres sturen. En dan kan ik het via de post gelijk naar hun toesturen. Oké, dit is Golfeiland. En ik ben eerst naar het eiland gegaan zonder het te exploren. Mijn fout. Maar wat je hier wil doen is je wil gewoon dat ding in het gaatje gooien. En het gaat nou net niet. Dus dan geven we hem nog even een boost met de Deku Leaf. En zo ga je eigenlijk dit hele eiland rond. Nou, helaas staat daar dus geen boom. Jammer genoeg. Want anders hadden we dit inderdaad helemaal kunnen skippen. Maar ja, skippen dat is flame. Dus ik denk dat ik er wel eentje mee zou kunnen nemen. Just for the lols. Just for the shits and giggles. Dus... dit is eigenlijk praktisch wat je doet. Golven. Dit is echt letterlijk even jullie wat je doet. Golf. Oké, ga je erin? Ja, hij gaat erin. Hey! Ik gebruikte de verkeerde kegel en dat maakt mij helemaal niet uit. Nou, deze daarentegen is dus iets... Hallo. Ik weet niet waarom ik jullie blijf slaan, maar ja, jullie zijn zeldzaam en zeldzaamheid is belangrijk of zo. Deze daarentegen kun je dus niet oppakken. Deze moet je echt sturen met de wind. En volgens mij maakt de windrichting eigenlijk helemaal geen ene soda fliep eruit. Je moet hem gewoon naar voren toe en hoppakee, we hebben een hole-in-one. Nou ja, eigenlijk heb ik twee keer geswingd, maar dat maakt niet uit. Als je die alle drie erin hebt gedaan, dan komt er dus een kistje tevoorschijn. Volgens mij was dit ook een treasure chart voor... Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Nou ja, je hebt hier ook nog zeg maar sowieso iets extra's zitten. Dus ik denk dat ik eerst eventjes dit ga doen. Volgens mij maakt het niet uit, dat kistje blijft daar gewoon staan. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar als we hier naartoe komen, dan hebben we dus... Oh, jij... Nou, jij bent nog gelijk kapot. Nee. Ah, kom op.
Dat is één minder. Nou, jij nog. Kom eens hier. Sterf. Oké, als je die verslagen hebt... Ik wou al zeggen. Komt er hier ook nog een kistje tevoorschijn. En volgens mij was dit ook het... Hebben we hier twee shards? Huh? Nou ja, we hebben hier een treasure chart. De informatie staat natuurlijk aan de onderkant. Ik moet eventjes kijken welke treasure chart het is natuurlijk om eventjes hem open te maken. Dus ja, oké. Nou, treasure chart. Heel erg leuk. Een map. Het is treasure chart nummertje. Ik ga nu zoeken. Dit is 8. Ah, dat is makkelijk. Nummertje 8. Die zit bij een fairy dinges. Dus ik ga een montage maken over als we alle treasure charts zeg maar hebben. En die moeten dus zeg maar opgezocht worden. Dan ga ik dan zeg maar een montage van maken tot we dus bij al die eilanden komen. Tot we dus zeg maar alles zeker zien. Nou, dan hebben we daar nog eventjes een kistje. Welke kant staan we eigenlijk op? We staan nou richting het oosten. Dus dan moet de wind even richting het oosten gaan. Zou heel fijn zijn. Dankjewel. Oké, nou. En dan... Hoppakee. Gelijk deze ook meenemen. Ik zeg even, als we allebei maar 200 rubies zijn, dan... Waarom ben je in de tuin dan? Dus... En nog een treasure chart. Oké, en dit treasure chart, ja, informatie staat natuurlijk aan de onderkant. Maar ik moet natuurlijk weer even herhalen voor wat editen, om het wat makkelijker te maken. En de treasure chart, nogmaals, moet openstaan. Om er zeg maar voor te zorgen dat we dus zeg maar de mooie shiny kunnen zien. Van de treasure chart zeg maar tot ja, we de dingen op kunnen halen. Het is niet Rock Island, het is treasure chart 28. Dus we hebben 8 en 28 op dit eiland. Dat is very nice indeed. En het enige wat ik hier nou wil doen is heel eventjes de smearfish vinden. Want met de smearfish kan ik heel eventjes mijn eigen laten weten. Oh, dat was een bom. Ik dacht eventjes tot dat de smearfish was. Maar dan kan ik dus mijn eigen heel eventjes laten weten van... Hey, domkop! Oh, daar zit de smearfish. En ik zie dat we ook nog een treasure chart hebben. Maar eerst eventjes langs de smearfish. Want dan weet ik namelijk dat we dit eiland gehad hebben. En dat is ook heel erg makkelijk met treasure charts zoeken en alles. Maar ja, we hebben hem hier nou staan. Dus even kijken. Seeds. Die hebben we nog. Zaad. Hoi. Smee. Ja, heel erg leuk. Nou, laat maar eventjes zien hoe dat dit eilandje eruit ziet. Ziet eruit als een cirkel. Wat leuk. Mooi. Geweldig. Wop, wop. Oh, dit is Horseshoe Island. Oké. Okay. Weten we dat ook eventjes gelijk? Dan kan ik heel eventjes kijken. Maar ja, het nadeel is, ik kan dus niet zeg maar naar treasure chart swappen op het moment dat ik in een gesprek met iemand ben. Dat eigenlijk best wel geüpdate kon worden. Ik bedoel, serieus, niemand die boeit wat de tekst allemaal wel niet is. Oké, okay, nou, Horseshoe Island. Die had ik hier al ergens, dacht ik, zo gezien. Wat is dit? Nee, dat is die niet. Horseshoe. Ah, hier. Dat is het treasure chartje nummer 9. En, was jij hier, toch? Hup. Was mij hier? Ga te snel. Oké, we hebben hier het geluid al. Kunnen we nog een piece of heart krijgen? Zou fijn zijn. Oh, nee. Je mag me niet raken. Goed zo. Krijgen we nog een piece of heart? Dat zou fijn zijn. Al moet ik zeggen, 200 rubies zou ook niet verkeerd zijn. Aangezien dat we dadelijk nog binnenkort een slide quest moeten gaan doen waar we niet op zitten wachten. Oké, het is 200 rubies, jammer. Ik had liever eigenlijk een piece of heart gehad, maar dat maakt niet uit. Oké, nou dan gaan we dus nou gelijk door richting het noordoosten. Want daar hebben we dus nog één eiland zeg maar die ook unexplored is. En die wil ik zeker nog even in deze aflevering doen. Dus ja, en dan hebben we nog maar één eiland eigenlijk zeg maar wat unexplored is. En ik denk dat we zelfs al bijna alle treasure charts hebben. Yay, treasure chart! Dus op zich eigenlijk best wel goed. Maar ik weet niet precies welk eiland het is. Hopelijk is het niet zo'n Eyed Reef. Maar volgens mij had ik die allemaal gehad. Want ik weet dat dit er eentje is, maar ik weet niet wat... Ik zie nog niet een eiland in de buurt, dus... Het is in dit vakje, dat is zeker. Even kijken. Ik zie daar iets. Ja, dat is een... stadeiland daar? Oh nee, het is wel die reef. Oh, het is een reef. Ik zie ook wel gelijk de smearfish. Oh, woosh! Nou ja, ik zie gelijk de smearfish, dus op zich mogen we niet klagen. Maar ik heb echt weinig zin in zo'n battlecard dinges. Maar ja, het is nog wel een treasure chart die we helaas nog moeten halen. Dus hoi smearfish. Kom maar op, meer geleuter. Begin met te kletsen en te zeuren. Hier heb je je zaad. Eigenlijk is het bait. Het is niet echt zaad, maar... Viszaad. Nu in de winkel te kopen, weet ik veel. Ja, nou.
Hou je mel. Kladder mijn kaart vol. Zoals je ziet, onze kaart is bijna vol. We hoeven nog maar één vakje zeg maar in te kleuren. En dan hebben we alle kaarten gedaan. Ja. Dus kom op. Long ago, there was a fairy. Ja, die hebben we al lang gered. Zeur niet. Die zit nou te zeiken over dat de fairy, zeg maar, magie, zeg maar, verdubbelt. Oké, nou, op naar deze battle arena. Wat leuk. Ik zag daar een shiny. Klopt dat? Ja, we hebben hier ook nog een trace chart die we kunnen fixen. Oké, is 5-5 reef. En volgens mij zit hier geen... Tenminste, hoop ik dat hier geen schip tussen zit. Vergeet niet, die bom die doet pijn. Oké, 2 in 1 schot. Ik ben van achter geraakt. Oh. Oh. Where you at? Oh, heb ik ze? Mooi. Die dingen die zijn gevaarlijk, man. Jeez. Oké, nou, even kijken. Waar zit de rest? Volgens mij zit hier geen schip. Alleen maar... Zit daar nog? Nee. Die 2 hebben we. Oh, daar zitten er nog. Oh, oké. Dit wordt gevaarlijk, dit wordt gevaarlijk. Deze die schiet echt goed gemikt, hoor. Oké. Kan ik jou even misschien al raken? Dan ga ik jou even raken. Dan pak ik heel eventjes gelijk de map er even bij, dat we even gelijk 5 uit Reef hebben, want we zitten heel dicht bij de treasure chart. Om precies te zijn, die zit hier. Het is trouwens treasure chart 12 voor de mensen die dat graag willen weten. Dus, oké, wat is dit? Wat is deze? Ik zit nou heel erg met spanning te wachten. Joepie. Ik had eigenlijk iets spectaculairs gehoopt, eerlijk. Nee. Jullie zien me niet. Oké, jullie zagen me. Dat doet pijn. Dat kwetst mij. Oké, nou. Er moeten er nog een paar zijn. Anders zouden we nou zeg maar al de tingelingeling krijgen. Voor de treasure chart. Dus welke ben ik dan vergeten? Welke ben ik vergeten, jongens? Hallo? Wie leeft er dan nog? Oh, ik hoor iets. Jij leeft nog! En je krijgt niet de kans om mij te raken. Oké, dan moeten we zeg maar weer eventjes die dingen doen. Oké, dan gaan we even snel hier doorheen. Hier langs. Dus... En dan gaan we hier naartoe. Wow, ik begin hier eventjes gewoon in de muur te knuffelen. Wat leuk. En natuurlijk zit hij op het middelste plateau. Dus dan moeten we echt weer op het hoogste plateau uitzien te komen. Volgens mij krijg ik hier nog een paar bommen van. Zal fijn zijn. Kijk hier. Hun weten tenminste hoe dat je bommen geeft. En magie waar we niet echt nodig hebben. Maar dat maakt niet uit. Oké, daar hebben we een hoog plateau. En hier hebben we een hoog plateau. Dus ik denk volgens mij dat ik wel vanuit dat plateau... Tenminste, dat denk ik hoor. Want we moeten naar het middelste plateau, dat is zeker. Maar je kunt vanuit hem gaan. Maar volgens mij kun je ook vanuit hem. Ik ga het gewoon proberen, jongens. Ik ga het gewoon proberen. Even kijken. Welke kant staan we te kijken? We staan nou naar het oosten. Verre oosten eigenlijk. Nou, wacht. Ik moet zo mijn camera hebben. Dit is eigenlijk een beetje het oosten. Ja, een beetje noordoost-oosten eigenlijk. Maar ja, hij staat meer naar het oosten toegericht. Dus ik ga gewoon voor het oosten gokken. Oké. Voordat we springen onze Deku lief. Niet dat ik weer die fout ga maken. Goeie knopje indrukken. Oké, en als we zo gaan staan, dan wijzen we in één keer zeg maar naar richting volgens mij het zuidoosten. Oké, dus dan willen we nog één keer de wind even draaien. Ik wil echt elke boost hebben die we maar kunnen hebben, want ik wil dit echt niet falen. Dus, here we go. Yes. Oké, ik hoef niet helemaal dit eiland om te lopen. Wat fijn. Oh, dat is fijn. Eindelijk een keer een fijn eiland. Mooi. En we hebben onze treasure chart. Informatie staat aan de onderkant. Helaas is de reward er nog pointless in dit punt van het spel.
Maar ja, wil je ook een 100% run hebben en alle treasures hebben? Hier heb je dus de informatie daarvoor. Open de charges! Oké, dus heel eventjes nog. Ik zie dat ik die nog niet heb, maar dat maakt niet uit. Even kijken welke kaart dat is, want hij moet nog even geopend worden. Tik, 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 tik. Oh, hier hebben we hem. Kaart 41. Oké, nou, dan hebben we die ook weer op de kaart. Leuk. En dat is een Fort Outreef. Nou, daar zie je helemaal niet op te wachten. Dus, ik ga heel eventjes snel terug naar mijn boot. Das boot, waar bent u? Moet ik helemaal weer naartoe zwemmen, daar heb ik eigenlijk weinig zin in. Nou, met dit hebben we dus zeg maar nou bijna heel de wereld al geëxplored. Dus ik hoop dat volgende week de laatste 5 dagen zijn, zeg maar, dat we met sidequests bezig zullen zijn. Ik hoop in ieder geval dat we al wat sneller kunnen zijn. Dat zou helemaal fijn zijn. Dus, want we hebben nog 1 vakje die dus zeg maar geëxplored zou moeten gaan worden. Dus, ja, anders krijg ik weet niet hoeveel reacties van waarom hebben we niet de outro met de selfie. Dus... ik dank jullie sowieso voor het kijken. Hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Dit was Zelda Play 20. Nogmaals, heel eventjes. Morgen geen upload niet te vergeten. Dankjewel. Komt ook de. En zondag komt dan zeg maar de first look hopelijk. Dus de first look video. Ik ga er zaterdag hard aan werken. Dus, of ja, morgen. Ik ben af en toe verwarrend voor mezelf. Dus, en maandag gaan we natuurlijk weer verder met geen ander spel dan... The Legend of Zelda de Windweker. Doei! Die zagen jullie niet aankomen. Oké, de Windweker in HD. Oh. Doei! Ik snap niet waarom dat mijn doei-animatie in één keer zo... Doei! Slaat nergens op. Zelda Play doet het een keer goed. Sluit gewoon die aflevering af, het is nou klaar geweest. Oké, daag!